Dag jongens en famkes, hier alweer een Sinterklaasjournaal. Sinterklaas had het de afgelopen dagen heel druk gehad met bellen en al je dingen regelen. En wat er dien had, dat kun je misschien in dit Sinterklaasjournaal. Ja. Mooi warm, Master Kramer van Noord-Oost-Friesland. Dag burgemeester, Sinterklaas hier. Sinterklaas, hoe gaat het met u? Met mij goed al, burgemeester, maar ik bel u even, want ik had even een vraag. Zegt u het eens, Sinterklaas? Eigenlijk is de vraag, mag ik dit jaar binnenkomen in de haven? Want vorig jaar had ik geen boot en moest ik met de trein. Ik heb dit jaar weer een boot en de vraag is of ik weer met de boot mag komen. Sinterklaas, ik had u graag binnen zien komen in de haven van Kolmezwaag. Maar de tijden zijn nu wel een beetje anders als gevolg van corona, hè? U bedoelt dat het niet mag? Ik had het graag ook anders gezien, maar regels zijn wel regels. Nou, het lijkt mij toch wel leuk om een rondrit te doen met paard en wagen, met meneer Geert, door Kolmezwaag en Veenklooster. Dan had ik graag meegewild met de koets, Sinterklaas. Maar dat kan helaas ook niet. Oh, nou, dat is wel heel erg jammer. Ja. Nee, volgend jaar mag u zeker mee. Meneer Geert en ik houden een plekje voor u vrij, hoor, in de koets. Dat lijkt me fantastisch. Ja, nee, dan heb ik nog even één vraagje. De tekeningen en kleurplaten. Moeten de kinderen die nou allemaal naar u sturen? Of is daar iets anders mee de bedoeling? Ja, de tekeningen mogen naar mij, maar de kleurplaten van de OVK kunnen ook bij Jan Spaar ingeleverd worden. Nee. Nou, burgemeester, dank u wel voor dit fijne gesprek. Ja, Sinterklaas, tot volgend jaar bij de haven. Nou, dag burgemeester. Dag. Fijne dag nog. Dag. Dag hoor.